wij kijken hier op het grote scherm. En dan kijken we naar die dames vieren finale. U kunt het zien, we hebben een mooie volgboot. En daarin zien we dat Njort onder de wal in baantje 6, dat die er best aardig bij liggen over die 2 kilometer. En dan kijken we nu volgens mij richting Laga, die toch iets meer werk nog te doen hebben voordat ze hier bij de finish komen. Terwijl Bo Willings en Haie Dijkstra zo dadelijk in die watertaxi hun blik op mogen halen. Ja, inderdaad, die mogen straks de handen in de lucht doen. Maar het hoofdnummer van de dames is toch veel belangrijker. En ik vraag me af of Michiel Jonkman al een tandemgenoot heeft en of we hem kunnen horen. Michiel Jonkman, als jij al op de fiets zit en aan het fietsen bent, dan horen wij graag van jou. Ja, dat blijkt nog niet het geval. Dus het is nog eventjes afwachten. De dames 4 is wel gestart. Is zeker gestart. En ik ben heel benieuwd wie jij denkt dat er hoge ogen gaat gooien, Tim. Nou ja, kijk. Wij hadden natuurlijk ons geld ingezet op de ASR Neerhuis. Maar het is heel brutaal. De KZV Njort met Donna Christel op slag. Die is er vandoor gegaan. Hebben een hele kleine voorsprong, hoor. Het is maar 1/4 hadden ze op de 500 meter. En dan moeten we maar zien. Want dat harde starten, dat kan je nog duur komen te staan later in de race. Maar heel mooi. We zien die boot van Njort met Mieke Wilms op boeg. En die dame was gisteren in Gent nog haar blikken in België bij elkaar aan het roeien. Zit vandaag op boeg en heeft een goede start gekend. Oké, als het goed is, is Michiel Jonkman aan het meefietsen. Michiel Jonkman, wij zijn heel benieuwd naar hoe jij die dames 4 finale aan het ervaren bent. Het lijkt erop dat Neerhuis uitstekend begonnen is. En dat doet natuurlijk de hele Neerhuis-meute die hier staat uitstekend goed. Dat is meer dan terecht. Kirsten Wielaert, Veronique Meester, Ilse Paulus en Karin Robbers. Die hebben een voorsprongetje genomen in de eerste meters. En dat is uitstekend. En dan vraag ik me af, Maarten Klop, heb jij ze al op de korrel? Ah, ik denk niet dat Maarten, we zien ze hier op het scherm, maar Maarten is eventjes, denk ik, goed aan zijn ogen. Helemaal de kosten laten doen aan die dames. En volgens mij is het nog steeds Njort. Volgens mij is het nog steeds de KZV Njort die brutaal aan de leiding gaat. Misschien de underdog voor velen, maar het ziet er erg goed uit, die dames van de KZV. Het is in ieder geval Neerhuis met een solide voorsprong, Tim. Ja, je hebt het de hele tijd over Neerhuis en Keizer. En ze zijn ook gedoodverfde favoriet voor de titel. Maar de camera zoomt nu een klein beetje in. En we zien de ruggen van de dames van Njort. Dat mooie blok hier op stuurboord. Dat heel lekker bezig is. Terwijl de oude 4 van de ASR Neerhuis onder ons roeit. Kijken wij naar die dames van de KZV. Ik denk nog aan de leiding. Maar misschien ben ik ook wel een hopeloze optimist. Nou, de camera zoomt op dit moment uit. En dan kunnen wij het verschil zien. Het is Njort wat aardig meedoet, maar het is Neerhuis. Neerhuis op een hele aardige eerste plek, hoor. Die hebben het verschil al gemaakt en dat verschil is ongeveer een... dat is niet eens een bootlengte. Dat kan nog een heel interessant potje worden, Tim. Ja, een heel interessant potje, maar ik denk dan toch dat de klasse en de ervaring van Neerhuis uiteindelijk zich gaat uitbetalen. Ja, we gaan de laatste 500 meter in en ik vraag me af of Michiel Jonkman al te horen is. Michiel... Ja, ik ben er zeker. Ik was er eigenlijk al de hele tijd. Maar ja, helaas konden we de verbinding niet maken. Maar wat een moedige race van de KZV Njort. Donna naar slag samen met Mieke Wilms. Doris Maat daar ook in die boot. En Neerhuis pakte op een gegeven moment de leiding weer over. En Njort heeft helaas geen antwoord. Dus ondanks de hartstochtelijke aanmoedigingen van Marije Wabeke, Jelmer Graastra hier ook. En Lisa Bleijerveen van de KZV is het nu toch duidelijk Neerhuis. Die in de herintreden van het oude dames vierenveld. De dames hier zonder de kransen, de spreekwoordelijke kransen op gaat eisen. En de overwinning naar zich toe gaat trekken. Klasse racer van die ploeg onder leiding van Karin Robbers. Met Olympisch kampioen Ilse Paulus daar op die boegplek. Die doen het gewoon heel erg kundig. En nog van de eindsprint van Njort. Maar met nog zo'n 250 meter te gaan, denk ik niet dat ze die bootlengte ongeveer nog goed kunnen gaan maken.
Ja, dat is goed om te horen, Michiel, dat wij uiteindelijk toch nog even contact met jou kunnen hebben gemaakt. Het is inderdaad Neerhuis, de ASR Neerhuis Amsteldijk 130A, die hier nog steeds voor ligt. En het wordt nog eens lastig hoor voor Njort. Njort is nu bezig met een eindsprint, maar dat lijkt toch veel te laat, Tim. Het lijkt veel te laat. Het lijkt erop dat Neerhuis hier met de overwinning vandoor gaat. Ja, het is Karin Robbers, dat soepele ritme wat zij die dames voorslaat. En ook zij gooien het gaspedaal open. Ze gaan er vol voor. De eindsprint is inmiddels ingezet. En die dames van de KSRV gaan er niet meer aankomen hoor. Al is het verschil kleiner dan ik had gedacht. Ja, inderdaad. Ilse Paulus op boeg. En daar Kirsten Wielaert, Veronique Meester. En dan maakt het kwartet compleet met Karin Robbers. Die gaan hier als eerste over de finish. En Neerhuis wint de dames 4. Het hoofdnummer voor de dames. En het is feest. Het is feest op het planton hier. Waar de vele Neerieden toch de armen in de lucht steken. En er wordt hier gevierd alsof de varsity al gewonnen is. Maar dat laat nog even op zich wachten. Maar het is een uitstekende overwinning van Neerhuis. Ja, een mooie overwinning van die dames in een snelle tijd ook. Ik zie hier, als ik het goed heb, zag ik net zojuist eventjes 7.04 op de klokken staan. En dat is een hele mooie tijd voor die dames 4 zonder. Schitterende overwinning voor de ASR Neerhuis en een hele fraaie tweede plek voor die dames van Njort.